Ik ben Rita, ik kom uit Oostenrijk en ik ben 51 jaar. En ja, sinds 12 jaar ga ik naar volwassenenonderwijs. Ik heb eerst getekend, dan geschilderd. En nu ben ik in toegepaste grafiek, dat is mijn computer. En het is echt een uitdaging voor mij om ja, volwassenenonderwijs te doen, om creatief bezig te zijn en ook voor mezelf, om sociaal die contacten te houden. En ja, tut mir gut. Om te blijven studeren vind ik heel belangrijk, om ja, bezig te blijven om iets te leren, maar ook om met je eigen creativiteit nog verder te gaan en ook aan dingen bezig te zijn die misschien niet alleen met familie of alleen met huis en tuin te doen hebben, maar toch om ook in je eigen creativiteit te groeien en ook in je studie te groeien. Ook in technieken die je nog nooit hebt gebruikt of in creatieve werken nog meer in te duiken en ook samen te werken met anderen. En ik denk bezig te blijven met je, ja, met je eigen dingen, maar ook met dingen die anderen bewerken. Dat vind ik heel spannend. En ook het verhaal wat meestal erachter staat en het delen met anderen, dat vind ik ook een uitdaging.